Deze week was Windesheim weer negatief in het nieuws. Maar er gebeuren hier ook goede dingen. Hier wordt dadelijk de beste scriptie van 2010-2011 uitgekozen. De jury is er toch, en kan natuurlijk ook niet anders, uitgekomen. En heeft besloten Windesheims beste toe te kennen aan medisch gemak. Zo jongens, de beste van Windesheim. De klassieke vraag, hoe voelt dat? Ja, te gek. Onverwacht. Goed, we zaten naast elkaar. We werden genoemd als beste. En dan, dat gaat wel een euforische... even, je springt in de lucht en je denkt van, goh, hoe krijgen we het voor elkaar? Zijn er erg blij mee. Je bent een half jaar bij je hard aan het werk. En dan uiteindelijk dit resultaat is geweldig. Je moest minimaal een 9 halen voor je scriptie. Zijn jullie dan ook echt van die strepertjes? Als je onze leraren vraagt, eigenlijk verre van. We zijn allebei beter in de praktijk. Op school waren we altijd meer van de zesjes, allebei denk ik. Ja. Toen we in het bedrijfsleven kwamen, we hebben een stage gedaan en nou afgestudeerd. En daar zijn we echt beter op onze plek. Jullie scriptie, waar gaat het over? Wat wij hebben ontwikkeld is een systeem waarmee je in je oog een spray op je oog kunt zetten. Daar zit een kapje op, wat je eenmalig gebruikt. Het is ook dus hygiënisch. Als je kapje, dat belast het milieu niet. Het is van een speciaal materiaal, paperfoam. Dat kun je gewoon met open papier gooien. Je gebruikt het één keer, zet het op je oog. Het is gelijk goed gericht. Eén keer afdrukken en je hebt precies de juiste hoeveelheid medicijn in je oog. En ook nog eens goed. Deze twee heren waren met hun werkstuk over medisch gemak innovatief. Zo maatschappelijk relevant dat we daar als jury niet omheen konden. Moet hij zelf wel eens uw ogen druppelen? Nee, nog niet. Nou, nog niet jongens. Deze week was een beetje negatief voor Windesheim. Een tentamen was verkeerd met antwoorden. Een tentamen dat uit was gelekt. Dan is dit toch even goed nieuws voor Windesheim, toch? Ja, en ik concentreer me nu gewoon op deze Windesheims beste. En niet op de andere zaak. Hebben jullie hem niet in de prullenbak gevonden, deze scriptie? Nee, dat niet eens. Nee, we hebben hem helemaal zelf bedacht. We zijn tijdens ons afstuderen ook bijna niet op Windesheim geweest. Dus we hebben het helemaal op eigen beentjes gedaan.